Ja, er is grote vraag naar opleidingen tot vrachtwagenchauffeur. Brancheorganisatie FAM meldt over 2016 een geweldige groei van bijna 40%. En dat komt omdat die mensen een baangarantie hebben en een subsidie voor jonge kandidaten die trucker willen worden. Nu is Ruud Rutte, voorzitter van brancheclub FAM, de federatie autorijschool management, om kort te gaan. En hij is rijschoolhouder voor vrachtwagenchauffeurs. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf een rijschool. Hoe gaat het er bij u toe aan toe het afgelopen jaar? Heerlijk, moet ik zeggen. we hebben natuurlijk, zoals iedereen weet, als rijschoolhouder heb je voor de vrachtwagen een paar verschrikkelijke slechte jaren achter de rug. Maar begin vorig jaar is die trend heeft zich helemaal gekeerd en het loopt gewoon storm. Wat heeft u concreet gedaan? Meer mensen aangenomen, instructeurs aangenomen, nieuwe auto's gekocht? Wij hebben op dit moment hebben we ergens midden vorig jaar een vrachtwagen erbij geleverd gekregen. En we zitten nu op het punt om een volgende weer erbij te bestellen. Kijk eens al. We hebben wat instructeurs aangenomen, maar ook doorgeschoold van de B-opleiding naar de C-opleiding. Mm-hmm. En om het gedraaid te krijgen allemaal, Jan. Ja, even voor mensen die deze taal niet spreken, van de personenauto naar de vrachtauto-opleiding. Ja, klopt. Dus. Ja. Ziet u deze tendens ook, want u bent ook voorzitter van die brancheclub, bij andere rijscholen, bij collega's? Ja. Als voorzitter van de branche heb ik toevallig dit jaar een rondje Nederland gedaan, zeg maar. Ik heb alle leden bezocht. En ik moet zeggen, dit is overal Hoezanne. Wel met de truck hopelijk, hè? Laat ik het dit keer maar met de personenwagen gedaan hebben. Want ik zit in Venlo en als je dan heel Nederland moet hebben, zijn het toch wel wat kilometers. Dat wordt duur, ja. Ja. Zeg, nou maar, is het sectorplan waaraan ik al refereerde, waarbij jongeren subsidie krijgen voor de opleiding en een baangarantie. Dat werkt dus. Transportlogistiek Nederland meldt dat er inmiddels meer dan 1000 kandidaten een baan hebben gekregen. Het tekort, wordt het daarmee teruggebracht of is er nog steeds meer vraag dan aanbod? Zeker, ja, het tekort wordt zeker teruggebracht, maar de vraag is op dit moment gewoon nog enorm. En het sectorplan is gewoon een heel mooi plan en een hele mooie subsidie die ASSA beschikbaar gesteld heeft. Mm-hmm. Waarmee we heel veel jongeren werkelozen kunnen helpen, die er ook heel blij mee zijn. Maar we lopen nog steeds wel achter de feiten aan. En het tekort is nog zeker voelbaar en drastisch ook nog, zeg maar. Maar is het nog? We weten dat een aantal jaren geleden die imago van vrachtwagenchauffeur ernstig onder druk stond. Met name door Oost-Europese instromers die de markt eigenlijk niet heel erg mooi maakten. Hoe ziet het er nu uit? Zijn de perspectieven voor een beginnend vrachtwagenchauffeur beter geworden? Absoluut. En ik moet zeggen, ook in Nederland hebben we een norm. En wij zelf ook zijn er heel veel mee bezig geweest om te werken aan het imago van die chauffeur. Ja. Want iedere jongere dacht natuurlijk altijd maar als je chauffeur wordt, dan ga je op zondagmiddag thuis weg. En je komt op zaterdagmiddag weer een keer op de klep vallen, maar dat is heden ten dagen niet meer. Nee? Chauffeurs hebben ook een cao met een werkweek van 45 uur en rij- en rusttijden en zijn regelmatig thuis bij de vrouw en de kindertjes. Het vak chauffeur is gewoon heel erg veranderd. Ja. Het is niet meer van stoer en veel haren op de kaken. Ja, zeker. En wat we dan zien in het stadswerk en dergelijke, dat grote, gerenommeerde bedrijven, die eisen gewoon dat er een Nederlandse chauffeur voor de deur komt. Kijk eens op. Netjes gekleed, goed de Nederlandse taal spreekt. En als het even kan, ook niet na lossen nog langs de auto gaat zitten koken. Ruud Rutte, dank. voorzitter van brancheclub FAM voor de grotere opleiders van vrachtwagenchauffeurs. En ook de BOVAG en de branchevereniging VRB bevestigen die grote toeloop op opleidingen. BNR Nieuwsradio.